dat is een klassiek stuk van Piazzolla. Het is een samenvoeging van libertad en tango, dus vrijheid en tango. En dat is eigenlijk iets wat elke Argentijn in het hart gebrand is, werkelijk. Dus het is een vrijheidsdrang die eruit spreekt. Hè? En dat vind ik wel mooi toepasbaar op dit geweldige project. Want het is ook een nieuwe kijk op een symfonisch orkest, circus en dans. Dus dat is geweldig om aan mee te doen. Ik zelf heb ook een suite geschreven voor bandoneon en orkest. Dus ik vind die combinatie geweldig. Fantastisch om als bandoneonspeler te mogen staan tussen dat heerlijke bed van strijkers en het orkest. Dat maakt het allemaal zo mooi. Ik heb daar een enorme liefde voor ontwikkeld. Alle artiesten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om zich te uiten. En nieuwe mogelijkheden om uit te proberen. Bijvoorbeeld, ik heb veel met symfonische orkesten gespeeld. Ik heb ook muziektheaterproducties veel gedaan. Maar eigenlijk een combinatie heb ik nooit gedaan. Met een orkest in een theatrale productie staan. Dus dat vind ik echt een uitdaging. En ik vind het ook heel erg leuk ook om met Argentijnse dansers te gaan werken. En mijn Argentijnse pianist komt ook mee, Juan Pablo Dobau. Dus dat voelt een beetje als thuis dan.